Wedstrijd stel op punt van beginnen. Aftrap genomen. Wedstrijd Stedeco DVS vandaag. DVS meteen naar voren. Ali Akla kan niet bij die bal. Ingooi voor Stedeco, nummer 6. Kevin Patijn. Goeie bal daar voor Robert de Vries. Kan daar een mooie aanname. Oh, grote kans voor Mike Arends. Maar keeper pakt die bal goed. Mooie aanname van een bal op Robert de Vries. Harry Pinassi. Yasin Koert. Toch al een mooie kans voor DVS na 2 minuten voetballen. Daar kan Maurice helaas niet bij. Bal is voor de keeper. De Groot. Toch wel wat mogelijk zijn met die wind vandaag. Het voordeel dat je die wind mee hebt in de eerste helft. Kijken of daar iets moois uit voort kan komen. Komt die vrije trap. Is wel een beetje laag. Start het door. En daar bij de eerste paal kan Ali Akla koppen. Maar de keeper De Groot zat daar ook goed bij in de hoek. Mike Arends. Even losgekomen van zijn man. Een mooie combinatie daar met Kai Velda. Kan hij de keeper daarheen? Ja, kan Maurice de Ruiter. Scoort de 1-0. Eerst even leek het op het randje van buitenspel. Maar Mike Arends kan daar Maurice in scoringspositie brengen. En Maurice maakt de 0-1 voor DVS. Keeper raakt geblesseerd. En Mike Arends zit daar ook nog. Maar in de 16e minuut komt DVS op een 0-1 voorsprong. Doelpuntenmaker Maurice de Ruiter. Hairi Benassi. Edmund Meijneer. Joran van Zanten mee naar voren. Goeie bal daar op Ali Akla. Kijken of hij die bal achterin kan gooien daar. Hij staat bij. Oh, goal! Wat jammer. Prachtig plaatsschot van Kai Velda. Helaas gaat hij op de lat. Maar een mooie aanval opgezet door DVS. Tokul houdt de bal binnen. Tokul brengt de bal de 16 meter binnen. Dan komt hij nummer 16. Een grote kans voor Fauzi. Goed doorgaan van Tokul. Goeie voorzet in huis. En Fauzi kopt maar net naast. Mike Arends brengt de bal de 16 binnen. De bal op de arm van. Verdediger, inderdaad, goed gezien door de scheidsrechter. Hensbal geconstateerd. Penalty voor DVS. Komt die penalty? Ja hoor, keurig weer keeper verrast door het stapje wat hij altijd maakt. DVS komt in de 35e minuut op een 0-2 voorsprong. Doelpuntenmaker uit een penalty, wederom Maurice de Ruiter. Overname DVS. Mooi driehoekje daar. Mike Arends, Yasin Koert. Keurige bal daar op Maurice de Ruiter. Die geeft die bal heel mooi aan Ali Akla. Staat niet buitenspel, kan de 16 meter binnen gaan. En tikt daar de 0-3 binnen. 43 minuten gevoetbald. Een mooie bal van Maurice de Ruiter. Op de niet buitenspel staande Ali Akla kan doorlopen. De 16 meter binnen en kan de keeper verrassen. Zo komt DVS op een 0-3 voorsprong. Kai Velda met de corner. Brengt de 16 meter binnen. En daar kopt Ali Akla de 0-4 binnen. Bal gaat via een verdediger. Maar komt op het hoofd van Ali Akla. Uit de corner van Kai Velda. Kan in de 45e minuut de 0-4 maken. Tweede goal van Ali Akla deze middag. Harry Pinassi. Mike Arends. Edmund Meijneer. Edmund Meijneer. Maurice de Ruiter. Mike Arends. Yasin Koert, goed combinatiespel hier. Maurice de Ruiter daar weggestuurd. Kan de bal helaas niet op de goal krijgen, maar van een fantastische aanval ging daaraan vooraf. Basile Camara, Harry Pinassi. Maurice de Ruiter. Roald de Vries komt mee op. Hakje daar op Maurice de Ruiter. Mike Arends, keurige schijnbeweging daar. Kan hij die bal dan nog afpakken van die verdediger? Nee. Op dit moment showtime van DVS. Natuurlijk wel op blijven letten hier. Tokul. Gaat die Ali daar voorbij. Goed verdedigd daar op de bal door Edmund Meijneer. Joran van Zanten. Op Ali Akla. Gebruikt daar zijn lichaam goed.
Kijken of hij die voorzet kan geven. Ja, die komt daar. En daar schiet Mike Arends daar. Nee, was het? Dat was Kai Velda. De bal was net niet hard genoeg. Keeper De Groot kon die bal pakken. Maar een mooie aanval op zich van DVS. Inmiddels alweer balbezit voor DVS. Harry Pinassi. Basil Camara. Edmund Meijner. Yasin Koert. Goeie bal daar op Mike Arends. Heeft daar ruimte voor een schot. Ja hoor. Tweede instantie, ja, schiet de bal over. Goeie bal van Yasin op Mike Arends. Paul Epping. Van der Waal. Nu komt nummer 14 vrij voor de keeper. Yasin Koert is daar te laat. En tikt die aanvaller nummer 14 net aan. Van der Waal krijgt daar ook de gele kaart voor. Penalty in het voordeel van Stedoko. Komt die penalty? Paul Epping pakt die bal. Fantastische actie. In de 79e minuut pakt Paul Epping een strafschop van de nummer 14 Van der Waal. Houdt dus de 0 voor DVS. De Groot brengt de bal naar voren. De bal valt over iedereen heen. Maar kan, daar komt voor de voeten van de nummer 19. Die slalomt om iedereen heen en die maakt 1-4 in de 90ste minuut. Looyen. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Een prachtig resultaat hier voor DVS 33 uit Ermelo. Om een mede-promovendus met 1-4 te verslaan. Uitslag, wedstrijd, Stedeco tegen DVS 33, 1-4. Roeland, van harte gefeliciteerd met dit schitterende resultaat. Heel even snel, ja. Want het is nog net voor het nieuws. Maar kijk ook even in de richting van DVS TV, want dan pakken we dat ook gelijk even mee. Voor de radio en voor de televisie. Wat een heerlijke overwinning, met name in die eerste helft. Wat een schitterend spel. Ik mis al de mensen nog even een hand, maar vooruit. Nee, ik vond ook vandaag zeker de eerste helft hartstikke goed gecombineerd weer. Dus iedere keer onder de druk uitgevoetbald weer. Een paar hele mooie goals gemaakt. Ja, sta je zo met rust 4-0 voor. En dan wil je de 0 houden de tweede helft. En ik denk dat we daar wel alles aan gedaan hebben. Ook mogelijkheden om meer kansen te benutten nog. Maar goed, uiteindelijk 3 punten was vooraf het belangrijkste hier. En dat hebben we met heel goed voetbal gedaan. En blijkt dat dan die 4-0 dat toch wel heel erg lekker was. Want was het maar 1-0 gebleven met fantastisch mooi spel. Dan kan je in zo'n tweede helft toch in moeilijkheden komen met deze wind en de inzet van de ploeg van Stedoco. Ja, nou ja, we hebben de laatste tijd wel heel veel gehad over hè, het rendement halen uit hetgeen wat we aan het doen zijn. Dus het aantal kansen, de doelpunten die je daaruit maakt. En ik denk dat je ook de eerste fase van de eerste helft... Sorry, de eerste fase van de eerste helft hebben we gewoon te veel kansen gehad. En hadden we eigenlijk al die voorsprong moeten uitbouwen. Maar goed, als je uiteindelijk gewoon 4-0 met rust staat, dan mag je natuurlijk helemaal niks zeggen. Dan heb je eigenlijk die wedstrijd al beslist. En ik zou zo zeggen, volgende week gewoon doorgaan. En dat we met 20, 23 punten heerlijk de winterstop ingaan. Hè? Zou mooi zijn, hè? Dit was al een fantastische prestatie van het team. Oké, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Okay, heerlijk Sinterklaas.